Dan wil ik dat jullie eens gaan naar 1 Korinthe 14. Handelingen Romeinen 1 Korinthe, die zit vlakbij. En dan hoofdstuk 14. Daar wordt ons heel veel verteld over de wijze waarop ze in Korinthe, die Griekse stad, waar ook veel Joden gewoond hebben. 1 Korinthe 14. En er staat misschien wel bij jullie bij vers 26 cursief dat opschriftje orde in de gemeente. Want het is een ordeloze gemeente. Het is een warboel in Korinthe. Dus Paulus moet daar een beetje orde geven. Nou, een aantal aanwijzingen zal ze niet allemaal behandelen. Maar een aantal zaken kom je daar tegen hoe daar de liturgie in elkaar zat. Hè? Dus hoe ze dat deden. Ik zal over dat woord liturgie, help mij herinneren, ik wil over het woord liturgie ook nog iets zeggen, waar dat vandaan komt. 1 Korinthe 14 vers 26, hoe staat het dan broeders? Hij herinnert hen nu aan de gang van zaken die ze allemaal daar wel kennen. Hoe staat het dan broeders? Jans, ben je er bijna? Wil ik even zeggen welke... Wacht even hoor. Ik zal me eventjes met paginanummer voor je. 1 Korinthe 14, pagina 342 moet je wezen. De telos. 1 Korinthe 14 vers 26. Hoe staat het dan broeders? Telkens als gij samenkomt. Nou, dat kan op de zondag zijn geweest. Minstens. Misschien wel twee keer. Misschien op de donderdag nog een keer. Maandagochtend. Ik weet niet hoe vaak. Maar elke keer opnieuw. Dus dan krijg je hier de vaste onderdelen van elke samenkomst van christenen in die tijd. Telkens als gij samenkomt heeft ieder iets. Wordt niet gesproken over één enkele voorganger of één enkele priester. Ieder heeft wel iets. Ieder kan vanuit zijn voorraadkast als het ware iets aanreiken. Bijvoorbeeld een psalm. Dat woord psalm is niet alleen maar de 150, maar dat staat voor elk soort van loflied dat de gemeente of de synagoge zingt. Er waren veel meer psalmen in gebruik dan alleen maar de 150 die ook in de Bijbel staan. Wat heb jij staan? Oh, dat is een volgorde kwestie. Dat is een volgorde kwestie. Kijk maar, want in de MBG gaat hij zo door, een psalm of een lering. Dus in de MBG staat dat zingen staat voorop. Eerst zingen we dan en daarna wordt pas geleerd. De Statenvertaling wil dat we eerst leren. Vind ik wel een sympathieke vertaling ook trouwens hoor. En die klopt met Handelingen 2, hè? Want daar begint het ook met de leer van de apostelen. Dus, nou. Maar de volgorde is hier wat minder belangrijk. Dit is echt zo'n losse opsomming. Een psalm. Dus iemand kan zeggen, mensen, ik voel in mijn hart, we gaan psalm 87 zingen. Nou, de hele gemeente gaat psalm 87 zingen. Dat kennen ze natuurlijk allemaal uit het hoofd. Hè? Geen gezangboekjes, geen liedboekjes. Maar het zijn wel bestaande liederen. Dus zo'n psalm, daarom dat woord, dat had ook lied kunnen staan. Dan hadden ze het zelf kunnen bedenken. Maar ze gebruiken wat er op dat moment voorradig is. Dat zijn psalmen, nou die 150 plus wat er in de synagoge nog meer wordt gezongen. En heel geleidelijk aan worden daar christelijke liederen aan toegevoegd. Een paar hebben we ook in het Nieuwe Testament, hè? Opgenomen in de brieven van Paulus. Nou goed, een psalm of een lering. Dus iemand staat op en die zegt, laten we eens lezen Ezechiël 31. Ik wil jullie iets vertellen over het Nieuwe Verbond. Dat is niet de leraar van de gemeente, dat is iemand. Die dat heeft geleerd, die dat heeft ontdekt in de loop van die week en die wil dat delen met de gemeente. Dat heeft hij op zijn hart. Of een openbaring. Dus iemand die zegt, we hebben een probleem al een hele tijd en nu moet ik jullie eens vertellen hoe ik denk dat het moet worden opgelost. Ik denk dat de geest me dat heeft ingegeven. Zo moeten we dat doen. Dat is een openbaring. Die geeft hij door, Paulus zegt op een andere plaats, dat vertelt hij dan rustig en de anderen gaan dat eens beoordelen. Die gaan erover nadenken. Wat moeten we daarmee? Komt dat inderdaad van God weg? Of is dat maar een privéopvatting? Of een tong. In die tijd kwam het voor dat mensen door de geest gedreven in een vreemde taal gingen spreken. Nou, ik denk dat dat bestaande vreemde talen zijn geweest.
of dat het een soort van klankpoëzie is geweest. Maar in ieder geval was het bedoeld om God ermee te eren. En Paulus is heel streng. Hij zegt, je mag best in een vreemde taal spreken. Spreek maar Frans of Arabisch of wat dan ook. Als er maar iemand bij zit die het kan vertalen, want anders hebben we er niks aan. Ja, dus hoe mooi dat ook is, mensen in Korinthe, zonder een uitlegger mag dat niet gebeuren. Of een tong of een uitlegging. Nou, een uitlegging is dan niet een uitleg van de Bijbel, maar juist een uitleg van die vreemde talen. Hè? Dus wat iemand heeft gesproken in die vreemde taal. En dan geeft hij het beginsel. Al deze praktische activiteiten, psalmen brengen, leringen, openbaringen, tong of uitlegging, dat alles moet tot stichting geschieden. Dat moet de gemeente opbouwen. Dat moet het geloof versterken. Dat moet de onderlinge gemeenschap versterken. Dat is stichting. Als dat niet tot stichting is, dan is het tot eigen eer van die leraar of die voorzanger of diegene die in een vreemde taal spreekt. Dan is het niet tot stichting van de gemeente. Dan is het ten behoeve van degene die dat dan inbrengt. Stichting is stichting van de gemeente. In vers 29... nog weer zo'n ding. Dat gaat dan wat meer over leren. Wat de profeten betreft. Ze hadden profeten in die gemeente. Wat zijn dat? Dat zijn mensen die stichtend, vermanend en bemoedigend over de Bijbel spreken. Dus dat zijn niet mensen die de toekomst voorspellen. Of een orakel van God doorgeven. Dat zijn mensen die het woord van God uitleggen. Tot stichting, tot vermaning en tot bemoediging. Dus dat zouden de predikanten kunnen heten te zijn, want dat is ook hun taak. Wat de profeten betreft, 2 of 3 mogen het woord voeren. Dat moet niet te gek worden, daar moeten we maar een grens trekken. 3 maximaal. Dus de gedachtenis in die gemeente van Korinthe, zijn er misschien wel 20 profeten geweest. Dus 20 mensen die gewend zijn en bekwaam zijn om tot stichting, bemoediging en vermaning van de gemeente wat te zeggen. Die het woord van God kunnen uitleggen op zo'n manier dat het geloof wordt opgebouwd, dat de gemeenschap wordt opgebouwd, dat er vermaand wordt, dus in de zin van herinnering geven aan wat God geboden heeft, en vertroosting geven, bemoediging. Dat die mensen in die omstandigheden van Korinthe, lang niet makkelijk, dat die het volhielden. Dat is wat die profeten moeten doen. Nou, 2 of 3. Hoe lang ze gesproken hebben, weten we niet. Misschien hebben ze elk wel een half uur of een uur besteed. Ik weet niet hoe lang die bijeenkomsten geduurd hebben. Sommigen denken dat het een hele dag was. Van zondagmorgen vroeg tot 's middags en dan nog een maaltijd en dan was het klaar. Maar in ieder geval 2 of 3 profeten, dat is genoeg. Meer kunnen we niet aan. En dan, en de anderen moeten het beoordelen. Dus het is niet zo dat die 2 of 3 spreken en de rest moet daar werkeloos bij zitten en in stilte alles ondergaan. Want beoordelen wil zeggen kritisch luisteren. Klopt het wel wat hier gezegd wordt? Komt het overeen met wat het woord van God is? Komt het overeen wat die profeten onderling vertellen? Dat is kritische arbeid. Dat is ingespannen, geconcentreerd luisteren. Dat is de opdracht die aan de hele gemeente wordt gegeven. Die 2 of 3 die mogen spreken, maar de rest mag niet werkeloos toeluisteren. Die moeten het beoordelen. Er staat niet, die zullen het wel beoordelen. Of die luisteren stil toe. Of die ondergaan het gedwee. Nee, die moeten het beoordelen. Nou, dat is alleen maar zo als je een oordeel hebt na afloop. Dan heb je het beoordeeld. Dus als je achteraf zegt, dit was goed, want dat is inderdaad wat er in die Bijbeltekst staat. Of dit was goed, want dat heeft mij inderdaad bemoedigd. Of dit was goed, dit heeft inderdaad de gemeente opgebouwd. Je moet een oordeel hebben. Dus je kunt nooit zeggen, in deze opvatting, je kunt nooit zeggen in Korinthe, nou, ik weet niet waar het over ging vanmorgen. Dat is een oordeel dat inhoudt dat die profeet dus niet goed... Dat houdt hetzelfde in als zeggen, de profeet heeft niet goed gesproken. We weten het alleen maar van Korinthe, want daar wordt het beschreven. Maar Paulus die suggereert het begin van zijn brief dat dit overal zo in alle gemeenten die hij gesticht had, en dat waren er nogal wat, dat het daar zo toe ging. Dus Efeze en Filippi en Colosse en Laodicea en Rome later hebben dat allemaal zo gedaan. Want toch, zo heeft hij het ze geleerd. Alleen de Korinthe was er aanleiding om dat een beetje op orde te zetten. Want die mensen die waren heel erg enthousiast geworden van Johannes 4, zeg maar. Je moet de Vader aanbidden, de geest en in waarheid. En die zei, de geest, ja, dat hebben wij hier volop.
Dus ze maakten zich nogal druk. Ze waren zo ongeregeld, zo wanordelijk, dat alles door elkaar heen ging lopen. Dus er waren wel 15 profeten die wat te zeggen hadden. En dan vielen ze elkaar in de reden. En ze praatten dwars door elkaar heen. En er waren dan weer 10 mensen die een andere taal spraken. Ze waren de hele dag ermee bezig. En dat is de wanorde die Paulus hier steeds maar aan de orde stelt. En er werd daar, laten we zeggen, zeer overdreven gebeden. Dan zegt hij, nou, ik zal met de geest bidden, maar ook met het verstand. Weten wanneer je amen moet zeggen, weten wanneer het lang genoeg is. Gewoon een beetje je verstand gebruiken. Dat zegt hij in hetzelfde hoofdstuk in vers 15. Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Dat het een beetje maat heeft, dat het verstaanbaar blijft. Ik zal lof zingen met mijn geest. Dus ik mag helemaal extatisch zijn. Ik mag helemaal, als het ware, in die lofzang gaan jubelen. Maar ook lof zingen met mijn verstand. Ook snappen wanneer het te ver gaat. Het andere dwars zit, het andere onbegrijpelijk voorkomt, wat dan ook. En niet zomaar het hoogste woord te voeren, maar die priesteressen van die Griekse godsdiensten. Ja, dat was extase, dat was een show die ze opvoerden. Hè? En daar wil Paulus toch liever een eind aan maken, want, zegt hij in vers 33, God is geen God van wanorde. God hoort niet bij die chaos die jullie hier in de gemeente in jullie eredienst aanrichten, maar van vrede. En dat zegt hij op deze manier, omdat wanorde altijd conflicten met zich meebrengt, altijd oppositie met zich meebrengt. Want hij had eigenlijk moeten zeggen, God is geen God van wanorde, maar van orde. Dat is het tegendeel van wanorde, dat zegt hij niet. Hij zegt vrede. De orde waar hij het over heeft, is een orde waarin het dus vreedzaam kan toegaan tussen verschillende mensen. Dat is 1 Korinthe 14. Dus we hebben psalmen, leringen, openbaringen, tongen en uitleggingen. Nou, tongen en uitleggingen, dat doen we niet aan. En waarom niet? Omdat in deze tijd de verschillende talen spreken nog iets heel bijzonders was. En die culturen allemaal door elkaar heen liepen met hun verschillende talen. We hadden natuurlijk net Pinksteren meegemaakt. Hè? Dat is dan maar een jaar of 15 daarvoor. Met dat wonder van het spreken in talen. Dus dat speelt hier een enorme rol. Maar dat heeft waarschijnlijk in die begintijd van de gemeente zo'n betekenis gehad. Ik denk voor ons langzamerhand niet meer. Je hebt hier in 1 Korinthe 14 algemene beginselen. Dat er psalm en lering en openbaring in de gemeente is. Dat er profeten moeten zijn die het woord uitleggen. Dat de uitlegging van het woord tot stichting, vermaning en bemoediging moet zijn. Dat zijn algemene beginselen. Dus dat geldt ook voor ons. Onze eredienst moet een profetisch woord bevatten, dus toepassing van de Bijbelse tekst, tot stichting en of vermaning en of bemoediging. Dus je zou kunnen zeggen, dat zijn de drie basistypen van alle preken. Tot stichting van de gemeente, opbouw van het geloof, of tot vermaning. Pas op, hè, we hebben het 6e gebod, of het 9e gebod, of we hebben dit als opdracht, enzovoort. Of tot bemoediging, van hou vol. Het ziet er allemaal slecht uit en we zijn maar met weinigen, maar enzovoort. Snap je? Dat zou een richting van bemoediging kunnen zijn. Dat hoort typisch bij de toepassing van Gods woord. 1 Korinthe 14 vers 15. Ik heb er al een klein stukje van gelezen, want daar staat een paar keer bidden met de geest. Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik zal lof zingen met mijn geest, maar ook lof zingen met mijn verstand. Want anders indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, enzovoort. Dat hoor je drie dingen die dus ook in die diensten voorkwamen. De zegen uitspreken. Ik weet niet of dat aan het eind van de dienst geweest is. Maar de zegen werd uitgesproken. En er werd gebeden. En er was een lofzang. Nou, hoe ze dat deden, wanneer ze dat deden, is niet duidelijk. En meer aanwijzingen voor hoe onze eredienst er letterlijk uit moet zien, hebben we niet in het Nieuwe Testament. Meer hebben we niet. We weten niet hoe we de dienst moeten beginnen, uit hoeveel onderdelen die moet bestaan, hoeveel mensen moeten spreken. Dat is allemaal onduidelijk, of beter gezegd, dat is aan ons overgelaten. Dat mag je zelf invullen. Maar er moet wel gezongen worden. Psalmen, lofzang. Er moet wel gebeden worden. Het moet wel overeenkomstig de leer van de apostelen zijn, volgens Handelingen 2. Er moet wel gemeenschap worden opgebouwd.
Want die moet worden toegesproken, hè, zodat ze gesticht wordt. En het woord moet worden gelezen tot stichting, vermaning en bemoediging. Er moet gebeden worden met de geest, dus werkelijk vanuit het hart, maar ook met het verstand. Als je dat heel streng toepast voor al deze dingen, zou je moeten zeggen, met uitzondering van de psalmen, dat zijn dus bestaande teksten, met uitzondering van de lering, want het gaat over een bestaande tekst, de Bijbeltekst, dat het bidden nooit een te nemen een formuliergebed kan zijn. Je bidt met de geest en met het verstand, maar als je met de geest bidt, kun je niks voorlezen. Dat is puur alleen maar bidden met het verstand. Hè? Dat deden ze in Korinthe niet. In Korinthe werden geen gebeden voorgelezen. En dat was een enorme afwijking van de synagoge, waar alle gebeden werden voorgelezen. Zo brak de gemeente met die gewoonte in de synagoge. Zo kon je zien dat dat iets anders was dan de synagoge. Alle gebeden waren voorgeschreven. In de gemeente begon men vrij te bidden. Bidden in de geest. Maar wel met verstand, zegt Paulus. Dus je houdt het beknopt en je maakt het inzichtelijk voor anderen, zodat die niet denken, wat zegt hij nou weer? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik zal lof zingen met mijn geest. Je kunt heel enthousiast in je liedkeuze zijn en in de wijze waarop je zingt en wat voor begeleidende muziek je gebruikt. Als ze dat al hadden, begeleidende muziek, maar ook daarin gebruik je gezonde verstand. Alles met een bepaalde maat. Waarom is dat nou zo? Waarom moest die maat er nou zijn? Waarom was die orde zo belangrijk? Hij kon wel zeggen, God is geen God van wanorde, maar van vrede. Maar dat is maar een bewering. Waarom vindt God het zo belangrijk dat er die bepaalde orde is? Dat heeft te maken met de buitenwacht. Niet met die gemeente zelf, die vindt het misschien prachtig. Die gemeente zegt, waar heb je het over, Paulus? Wij zijn dat gewend, vinden dat heerlijk. Waarom moet hij dat doen? Vers 17. Want gij dankt wel goed, maar de andere wordt er niet door gesticht. Dus jij als profeet spreekt wel geweldig in je eigen beleving. Het komt niet aan. Jij als gemeente, jullie als gemeente, jullie hebben wel een fantastisch onderonsje. Maar, in vers 23, geeft hij een voorbeeld. Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en allen in tongen spreken, dat vonden ze het mooiste in Korinthe. En er komen toehoorders of ongelovigen binnen. Wacht eens even. Daar hield die gemeente helemaal geen rekening mee. Mensen van buiten. Moet ik daar rekening mee houden in onze liturgie? In de manier waarop we samenkomen? Zullen zij niet zeggen dat gij wartaal spreekt? Hoezo wartaal? We bidden in de geest en dat klinkt prachtig. We spreken allerlei tongen en dat klinkt heerlijk. En we hebben een feestje met elkaar. Want er komen mensen van buiten binnen die zeggen, wat die lui aan het doen zijn. Rare talen en rare woorden. En ik snap er helemaal niks van. Paulus die zegt, het is niet belangrijk hoe jullie als gemeente samen dat feestje opbouwen. Waar het om gaat is dat iemand van buiten het ook moet snappen. De ongelovigen en de toehoorder, die mogen in ieder geval niet zeggen dat je wartaal spreekt. Ze mogen dat moeilijk noemen en afwijkend van hun geloven. Maar geen wartaal. Mag niet onzinnig zijn. Als allen profeteren, dus als werkelijk die hele gemeenschap met Gods woord bezig is en dat woord uitspreekt en uitlegt tot stichting, vermaning en bemoediging, als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd. Ja, wat wordt weerlegd? Zijn ongeloof. Dan wordt hij door allen doorgrond. Dus hij kan weten, die mensen snappen best wel wie ik ben. En dat woord wat ze daar allemaal spreken en met elkaar delen, dat is echt voor mij bestemd. Zo iemand komt onder de indruk van wat er in een gemeente gebeurt, want hij doorziet het. Hij begrijpt het met zijn oren en kan het vervolgens ook begrijpen met zijn hart. Kijk, dat is Paulus' grote argument voor die orde in de gemeente. En die gemeente zelf, die dacht misschien, we hebben het heerlijk met elkaar. Maar als er nou een ongelovige binnenkomt, iemand die dat niet zo deelt, dat evangelie niet kent, die loopt meteen weer weg, want dat is een onderonsje van rare mensen. Dat is net zo'n soort cultus als ze in Korinthe overal hadden. Want dan moest je ingewijd worden in de mysterieën van die godsdienst. Dus als je erbij wilde horen, je begreep er niets van. Maar dan kreeg je onderricht over wat al die geheimtaal betekende en wat die symbolische handelingen betekenden. Dat moest allemaal worden uitgelegd, want daar begreep je niks van. Dat was inwijding. Paulus zegt, als iemand binnenkomt, moet hij het meteen snappen. Gods woord gaat open. Het wordt toegepast, dat moet je kunnen snappen.
Het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden dat God inderdaad in uw midden is. Met andere woorden, dan heb je een missionaire gemeente. Dat is een gemeente die zodanig werkt dat anderen er door overtuigd raken. Van de waarheid van dat evangelie dat daar gedeeld wordt. Hele belangrijke zaken dus hier in 1 Korinthe 14, algemene beginselen. Die daarin staan. Dat er ook een aantal dingen in staan die alleen maar voor die tijd gelden. Kort samengevat in hoofdstuk 14 vers 40. Laat alles betamelijk. Dus volgens de goede smaak. Zoals je dat met elkaar gevonden hebt. In de geest bidden, maar ook met het verstand. In de geest zingen, maar ook met het verstand. Profeteren, maar dan zo dat de ongelovige of toehoorder het ook horen kan. Want je bent missionaire gemeente. Je moet die ander ook overtuigen en winnen voor het evangelie. Laat alles betamelijk en in goede orde. Dus niet zomaar allemaal door elkaar heen gaan schreven. Niet 25 profeten die je om het hoogste woord vragen. In goede orde. Laat het volgorde gewoon inzitten. Nu eens deze en nu eens die profeet. Nu eens deze psalm en dan weer een lering. Hoe je dat opbouwt, of je begint met een psalm en dan een schriftlezing en dan een uitleg en dan gebeden, of andersom, als het maar ordelijk is. Want orde betekent, iedereen kan het snappen. Want dat gaat niet door elkaar heen, er zit een bepaalde samenhang in, als het maar ordelijk is. Hoe ordelijk en hoe hoog of laag ordelijk en hoe ingewikkeld, helemaal niet belangrijk. Als het dat doel maar dient. Iemand komt van buiten binnen en het is doorzichtig, hij snapt wat er gaande is. Okay.